We zijn hier in het nieuwe zwemcentrum Rotterdam. Het nieuwe zwemcentrum is een 10 banen 50 meter bad, een groot wedstrijdbad. Met daarnaast een heel mooi 6 banen 25 meter bad. Als je daar komt, is een enorm warme sfeer. Ja, heel mooi. Ja, wel een heel eind zwemmen als je 50 meter. In verhouding tot het oude bad. Ja, ik heb al allebei de baden gezwommen. Heel mooi, allebei. Ja. En vandaag openen we die. De wethouder Visser gaat hem openen. En dan gaan we echt van kiet hier. Een nieuw bad is sowieso heel belangrijk voor Zuid, omdat dit echt uniek is wat we hier hebben. We kunnen hier grootschalig evenementen organiseren en we kunnen ook voor de breedte sport heel veel doen. Hoe lang ben je al bezig? Vanochtend, 10 uur. Kijk. En dan, nu laatste half uurtje. We hebben gezegd het is een recordbad. Het record is ook breed. Er wordt nu 48 uur lang achter elkaar gezwommen sinds woensdag 11:15. Zometeen stoppen die. We hebben ze een wereldrecord gezet, 48 uur lang zwemmen. 3, 2, 1. Met de kinderen gaan we ongeveer, denk ik, 400 kinderen gaan straks een bommetje doen in het zwembad. Een bommetje, dan moet je zeg maar je knieën zo vasthouden. Dus je gaat springen en dan pak je je knieën zo vast. En ik was hier al in 1961 bij de opening van het wat oude zwembad. Dus daarom zwem ik hier al. Ballas Nedam, die hebben hier het geheel ontwikkeld voor Hart van Zuid. Het is een grote gebiedsontwikkeling. Dus het gaat zeg maar van Ahoy, hier dit gedeelte, het hele stationsgebied, maar ook het nieuwe theater wat straks op het oude zwembad wordt neergezet. Dus het is een totale metamorfose van het hele gebied. We denken dat de komende jaren hier op Zuid het gaat gebeuren. Dus we gaan hier de komende jaren echt een mooi gebied van maken met elkaar. Mijn vader zei het net, je hoort nu al mensen overal vandaan komen. Vandaag, wat dat betreft, zal het goed zijn. Want als die mensen meenemen die ook naar het Zuidplein gaan en ook naar Ahoy doorgaan of in de buurt rondgaan, dan zal het een trekker worden voor het hele gebied. Het is ook mooi bad, het is ook wel mogelijkheden. Tot dan. Mijn naam is Kitty van Overheem. Werkzaam in wijkwinkel Tarwewijk die sinds 25 januari weer officieel geopend is. In de Polslandstraat 13. Dat hebben de mensen de laatste jaren een beetje moeten missen. Ergens met hun problemen kwijt te kunnen. En de wijkwinkel is daar bij uitstek de goede instelling voor. Mensen komen hier zelf naartoe omdat zij een probleem hebben. Of via. Als wij ze kunnen helpen, persoonlijk, dan doen we dat. En zo niet, dan worden zij door verwezen naar de juiste mensen waar ze wel terecht moeten komen. De mensen moeten weer hun weg weten te vinden. En ze kunnen hier hun vragen kwijt. Door heel lang zeuren bij de gemeente om centjes en om een gebouw. En dat is uiteindelijk gelukt. En wij zijn hier voor alle wijkbewoners van de Tarwewijk. Het kan gaan om administratie op orde te krijgen, doorverwijzen naar maatschappelijk werk, schuldsanering, zelfs een luisterend oor. En niet onbelangrijk is dat hier ook Burgerblauw in dit pand zit. En Burgerblauw dat bestaat al 13 jaar en we zijn allemaal bewoners van deze wijk die hier zitten. En dat is wel de hoofdzaak. Sowieso dat de politie toch zijn wortels blijft houden in de wijk. Dat is gewoon ontzettend belangrijk. Burgerblauw is een burgerinitiatief. Dat wordt geleid door burgers en gedaan door burgers. Ik zorg dat de mensen veilig hun werk kunnen doen in de wijk. We zijn wel goed bezet, maar we kunnen altijd voor Burgerblauw nog vrijwilligers gebruiken. Dat is ook een heel leuk project. Nou, Kitty, dat is een van de bewoners die je gewoon echt nodig hebt in deze wijk om deze wijk levend te houden. Ja, dat was de voormalige commissaris en dat was een van de officieren van justitie. Wij kunnen zorgen dat mensen met problemen niet verder in de problemen raken en op de juiste manier bij de juiste mensen terechtkomen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Nou, bedankt hè. Ja. Ik ben Henny Verbeene
ondernemer in Zuidwijk en een Zuidwijk in hart en nieren. Ik ga strijden voor het wijkgebouw en de sporthal bij elkaar. En daar heeft mijn vader ook begonnen met zijn bedrijf. En wat we hebben zien gebeuren de laatste jaren is dat een aantal locaties die belangrijk zijn voor de bewoners van Zuidwijk, dat die gesloopt zijn. Een van de locaties is de sporthal De Asterlo en inmiddels is ook ons wijkgebouw De Larenkamp gesloopt. In principe komt er niks voor in de plaats, maar wij als burgers denken wel degelijk dat er nog ruimte is om een nieuw wijkgebouw te laten plaatsen. Met eventueel daarbovenop een sporthal. Om die reden houden we een mars met het comité Wederopbouw Zuidwijk. Om de raad te bewegen het onderwerp weer op te nemen in hun programma. Om te kijken of er nog een andere locatie is om te maken. Kan je dan eventueel een petitie ondertekenen of zo? Nee, dat is niet geldig. De locatie namelijk die we nu hebben, Huis in de Wijk, die is totaal niet geschikt. Sommige mensen noemen het een crematorium. We moeten het allemaal terugbrengen naar een wijkgebouw zoals het was. We starten om 6:30 bij het gesloopte wijkgebouw De Larenkamp en lopen naar het Huis van de Wijk. Hiermee willen we duidelijk maken dat dit onderwerp nog steeds leeft onder de bevolking, want daar gaat het om. We hebben een hoop reacties. Ja, het gaat erg goed. Er zijn wel mensen die meelopen met de mars. Ja. En als het echt nog leeft onder de bevolking, dan kunnen we dit weer opnemen tijdens de raadsvergadering. En dat we wel degelijk een nieuw gebouw terug gaan krijgen. Want daar doe ik het voor. Anders hoef ik er niet aan te beginnen. Ik heb er alle vertrouwen in. Succes, hè? Voor Zuidwijk.